als we aan jullie het project geven, dan weten we dat het goed komt. BCE krijgt dingen voor elkaar. We zijn extreem inhoudelijk gericht. We snappen echt wat er moet gebeuren bij een klant. En we zorgen ook echt dat het resultaat er komt. BCE is een kleine club met een grote reputatie. Wij helpen onze klanten om de grote digitale transformatieslag te maken. Onze klanten moeten veranderen, omdat de klant van onze klant verandert. En daarvoor is digitalisering van processen van essentieel belang. En dat is waar wij onze klanten bij helpen. We nemen volledige regie over dat soort verandertrajecten samen met de klant. Wat ons onderscheidt is dat wij daar heel integraal naar kijken. Vaak zijn digitale transformaties juist wel die platte automatiseringstrajecten die geen rekening houden met heel veel andere factoren die wij wel meenemen in onze projecten. Zo'n digitale transformatieslag werkt alleen als je iedereen mee hebt. En ik denk dat dat de onderscheidende waarde van BCE is. Wij hebben mensen in dienst die zich door het hele bedrijf goed bewegen. Die goed verbinding kunnen maken met mensen in de hele organisatie. En zowel via de harde kant, de projectmanagementkant, als de zachte kant, de beïnvloedingskant, zorgen dat zo'n verandering echt succesvol tot stand brengt. Ik denk dat wij ons heel goed in kunnen leven in wat de klant wil, maar vooral ook hem begeleiden in waar de klant naartoe moet. Als je de eerste keer bij een klant binnenkomt, ga je kijken wat eigenlijk de huidige situatie is. Dus je gaat een soort van analyse maken van wat is er nou eigenlijk nodig. De klant heeft een probleem, hoge kosten, ontevreden dit, daar gaat iets niet goed, wat dan ook. En wij komen binnen en gaan het oplossen. Je moet niet vergeten, 3/4 van alle ICT-gerelateerde projecten in Nederland mislukt nog steeds. Hè? In termen van loopt meer dan 100% uit in tijd of in geld of levert hele ontevreden opdrachtgevers op. Nou, daar hebben wij geen last van. We hebben juist niet de nerdy karakters in dienst. Wij hebben veel mensen die veel weten van ICT. Maar ook vooral hoe je dat toepast in organisaties. Mislukte projecten kennen we niet en dat heeft te maken met het commitment. En het type mensen wat we hier in dienst hebben. We stoppen niet voordat een project geslaagd is. BCE over 3 tot 5 jaar. Onze ambitie is om ons steeds verder te ontwikkelen als integraal partner van onze klanten voor het doorvoeren van allerlei digitale transformatieprocessen. Dan zullen we wel wat groter zijn dan nu, maar we zullen niet een organisatie van 50 plus medewerkers zijn waarschijnlijk, want het gaat hier echt om kwaliteit en niet om kwantiteit.